auto's hebben problemen met parkeren. Tom, help ons. Je kunt nergens meer parkeren. Een robot parkeerautomaat? Ongelooflijk! Laten we het proberen. Je kunt niet naast een bluskraan parkeren, Jerry. Hier heb je een boete. Wat een goede uitvinding. Wakker worden, Gary. Ga maar verder met patrouilleren. Elsa gaat achter de snelheidsduivel aan. Jenny, is alles in orde? Jenny is te laat voor school. Ze is haar bril verloren. Jenny, de kleintjes wachten op je. Wat is er gebeurd? Reed je tegen Walter aan, Tom? Jenny? Oh nee, ze is weg. Het spijt me, Tom. Je moet voor een dag de gevangenis in. Tom, dit was niet jouw fout. Magnetische arm! Ja! Laten we kijken wat er aan de hand is. Het is een gekkenhuis. Wat is er mis met de robot? Dat is het. De robot heeft zijn dag niet. Je moet iets doen, Tom. Kom op, Tom. Laat de robot niet ontsnappen. Ja. Nog een klein beetje. Goed gedaan, allebei. Snel. Elsa is je heel erg dankbaar, Tom. Je hebt ons allemaal gered. Vanaf nu mag je overal in de stad parkeren. Tot snel! Hey. Heb je een idee hoe je Walter kan helpen?
Een omkeerstraal. Wil je de omkeerstraal op iets anders uitproberen? Walter, kijk uit! Tom, pak het ijsje voordat Gary Walter opeet. Bedenk een nieuwe uitvinding. Snel! Tom, kijk uit voor Walter. Goed gedaan, Tom. Ben je onderweg om ijs te halen, Tom? Volgens mij wil je hen helpen met hun avontuur. Een spinnenwebapparaat. Laten we hem proberen. Dat zijn coole bewegingen.
Kan je op de webben springen? Hoe cool is dat? Wauw, salto's! Tom, niet verlegen zijn. Doe een salto. Jij! La la la, la 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 la. Wacht, waar is het kleintje? Oh nee! Hij kan er niet uitkomen. Tom, doe iets. Een waterslang set. Snel, gebruik hem. Voorzichtig, het kleintje valt bijna. Het kleintje valt. Snel, Tom. Phew, dat scheelde weinig. Ik ben blij dat de superheldentijd voorbij is. Yummy. Is hier nog steeds iemand heldje aan het spelen? Wat een leuk Halloweenfeestje! Ik weet zeker dat je vrienden onderweg zijn. Hey, there! Oh nee, een aardbeving. Je moet de tunnel uitrijden. Tom, je moet iets uitvinden om de spook te verjagen. Jerry krijgt een kostuum. Jij! Cool, Jerry de vampier zal de spook wegjagen. Oh nee, Jerry botst bijna tegen de muur. Wow, dat is een echte vampier. Uh-oh, de spook heeft geen schijn van kans tegen de vampier. Oh nee, de spook komt recht op je af. Oh, een balletjespistool. Oh, Dane. Was dat je Halloween-kostuum? Jerry, je mag nu stoppen. Tom, kijk uit voor de aankleedstraal. Uh-oh, nog meer problemen. Uh-oh, het zijn er nu twee. Tom,
Wat ga je doen? Aha. Goed bedacht. Dat houdt de vampier wel tegen, maar het spook niet. Oh nee, je hebt geen schuimballen meer. Bedenk een andere uitvinding. Snel! Een liefdestraal? Het werkt! Nu nog achter het spook aan. Tom, de liefdestraal heeft hem veranderd. Wauw, de kracht van liefde kent geen grenzen. Jongens, Karin wacht nog steeds op jullie voor het feestje. Nu kan het Halloweenfeestje echt beginnen. Liefde overwint alles. Wat een avontuurlijke Halloween. Ho, ho, ho. Fijne kerstmis, Tom. Wat is er, Ben? Oh nee, is de kerstman ziek? Kan jij helpen om kerstmis te redden, Tom? Goed uit, Ben. Kerstman, je moet direct naar het ziekenhuis. Geen zorgen, Kerstman. Ben zal de cadeautjes bezorgen. Heb je het lijstje? Heb je het allemaal onthouden? Nu weet je echt alles, Ben. Wat staat er op kleine Rocky's verlanglijstje? De volgende is Janice. Wat heeft zij gewenst? Janice heeft ook wat verrassingen achtergelaten. Dat zijn een hoop verrassingen, Ben. Wie is de volgende? Ben is in slaap gevallen. Wakker worden, Ben! Weet jij ook wat Edna graag voor kerst zou willen? Welk cadeau zou Edna het allermooiste vinden? Inderdaad, een nieuwe bouwhelm! Bij wie ga je nu op bezoek, Tom? Kan je iets verzinnen zodat je Ben's gedachten kunt lezen? Een magische lamp! Cool! Ben, bij wie moet de kerstman nu nog op bezoek? Goede aanwijzingen! Op naar het park! Wat wil Gary graag hebben voor kerst? Mooie bloemen die lekker ruiken. Oh, Gary!
Hey. Jij! Heeft Amber nog speciale wensen op haar verlanglijstje staan? Een eerste hulpdoos. Kerstman. Wow. Kerstman, bent u in orde? Het is tijd om terug te gaan naar de Noordpool, Kerstman. Tom en Ben hebben alle kerstcadeautjes bij iedereen afgeleverd. Je hebt kerst gered, Tom. Hoi Tom, ben je lekker aan het vissen? Hoor je dat? Er komt iemand aan. Oh, het is Walter. Hij lijkt ziek. Wat is er, Walter? Volgens mij wilde Walter deze zware dozen tillen voor Karin. Kan jij hem helpen, Tom? Wat is het? Een vergrotingspistool voor Walter. Dat is slim, Tom. Ben je blij, Walter? Laten we hem uitproberen. Daar komen we, Karin. Wauw, Walter. Jij bent heel sterk. Haha, goed zo, Walter. Nu kun je de dozen makkelijk tillen. Oh nee, wat doe je, Walter? Kijk uit voor alle snoep. Snel, Tom. Walter gaat richting de tunnel en hij is veel te groot. Weet je nog van het vissen? Tijd om je hengel te gebruiken. Oh nee, Walter is veel te sterk. Oh, dit is niet goed. Nee. De tunnel gaat instorten. Kom op, Tom. Je moet een manier vinden om Walter te bevrijden. Snel! Geen zorgen, Walter. Tom heeft een oplossing.
Wat is het, Tom? Is dat niet hetzelfde pistool als vanmorgen? Oh, het is een omkeerpistool. Dat moet wel werken. Houd vol, Walter. Tom gaat je weer terug naar je normale grootte maken. Het is gelukt, Tom. Je hebt gelijk, Tom. Walter moet in zijn eigen tempo groeien. Ben je in orde, Walter? Maak je je zorgen om Karins dozen? Geen zorgen. Tom heeft een idee. Tom, heb je een oplossing gevonden om Walter en Karin te helpen? Voorzichtig, Tom. Je hebt de dozen verkleind in plaats van Walter. Dat is slim, Tom. Goed gedaan allemaal. Wauw, Tom. Ben je aan het vliegen? Aha, je speelt vals. Hoi, kleintje. Wat is er? Volgens mij wil jij ook een superheld zijn. Door? Kan je dat doen, Tom? Je ziet er prachtig uit. Aha, snel Tom. Kleine Thor is alweer weg. Hoi kleine Spider-Man. Jullie zijn inderdaad echte superhelden. Oh nee, Jerry zit vast onder de grote stenen. Hoe kunnen jullie hem bevrijden? Misschien kan kleine Thor met zijn hamer de stenen kapot slaan. Goed gedaan, jongens. Doeg, Jerry. Wauw, dat was een harde duw, kleine Thor. Wat is er, Tom? Maak je je zorgen om kleine Thor's krachten? Laten we hem voor de zekerheid even volgen. Hoi Karin, ben je in orde? Oh nee, je ijsmachine werkt niet goed. Denk je dat er een probleem is met het stroom van Autostad? Kom op Tom, laten we kijken wat het is. Kijk jongens, het kristal is helemaal leeg. Weet je wat je moet doen, kleine Thor? Wil je de kristal opladen met jouw krachten? Dat zou kunnen werken. Wacht, kijk uit! Oh nee, kleine Thor heeft de hoofdbuis kapot gemaakt. Nu heeft de stad geen stroom meer. Heb je geen controle meer over je hamer, kleine Thor? Geen zorgen, Tom heeft een oplossing. Mabatsa! Thank you.
Dat is dat. Een lijmpistool om de buis te maken? Perfect! Je hebt hem gemaakt. De kristal moet worden opgeladen. Of niet, Karin? Wil je kleine Thor's kracht weer gebruiken? Ben je bang? Geen zorgen, Tom gaat je helpen. Het is gelukt! Zie je, kleine Thor, je moet gewoon iets voorzichtiger zijn. Werkt het nu, Karin? Goed gedaan, jongens. Hoi, Tom. Oh, je geeft je planten water. Hoi, kleintje. Wat is er? Au! Volgens mij wil het kleintje een echte Spider-Man worden. Kan je hem helpen, Tom? Spinnenwebpistool. Briljant! Tijd om je nieuwe krachten te proberen, kleine Spider-Man. Oh nee, kleine Rocky heeft hoogtevrees en durft niet meer naar beneden. Kan je hem helpen, Tom? Dat is heel hoog, inderdaad. Kijk, Tom. Kleine Spider-Man heeft een idee. Geen zorgen, kleine Rocky. Kleine Spider-Man gaat je helpen. Maar hoe? Ga je een spinnenweb maken om kleine Rocky te redden? Dat zou kunnen werken. Ben je klaar, kleine Rocky? Ga! Ben je in orde, kleine Spider-Man? Houd vol. Oh nee, zo te zien heeft kleine Rocky moeite met landen. Het spinnenweb gaat zo breken. Wat is er, kleine Spider-Man? Wist je niet dat het zo hoog was? Oh nee, je pistool werkt niet meer. Geen zorgen, Tom heeft een oplossing. Een helikopterpropeller. Ongelooflijk. Klaar voor de rit? Oh.
Open je ogen, kleine Spider-Man. Kijk naar het uitzicht. Bedankt, Tom. Nu denkt kleine Spider-Man wel twee keer na voordat hij zo hoog klimt. Wat doen jullie, jongens? Gebruiken jullie de helikopter zodat Walter zijn hoogtevrees overwint? Zie je, kleine Spider-Man? Je hoeft geen capriolen uit te halen om iemand te helpen.